Hey, welkom bij Dope Ik ben Chris. Ik ben Berry. En het Bybit Derivatives hoofdstuk is ten einde. Maar, het einde van een hoofdstuk betekent dat er ruimte is voor een nieuw hoofdstuk. En in deze video gaan we jullie precies vertellen uh, wat dat inhoudt. Uh, want wij zijn al een tijdje op de hoogte. En ik kan me voorstellen dat uh, het voor de mensen aan de andere kant een beetje spannend overkomt. En de afgelopen weken hebben we er ook natuurlijk heel veel vragen over gehad. Ja. Hoe zit het precies? Wat gaat precies gebeuren? Sommige dingen zijn gewoon niet aan ons. Uh, maar dat het spannend overkomt, dat snap ik. Want we zijn hier nu al vanaf 2019 bezig met het treden van derivatives. Uh, en middels regulering gaan er gewoon wat dingetjes veranderen. Bijvoorbeeld, door die regulering uh, zit je nu met de merch uh, met Zatels. Die is er al. Weet ja. je? Dat is nu, je, je treedt nu al bij een Nederlands gereguleerd bedrijf. En dat maakt het al een uh, heel stap beter, denk ik. Voor wat betreft regulering en voor wat betreft veranderingen die er aan gaan zitten, slash zaten te komen. Laat gelijk de website zien. Kijk, want ik weet niet of de mensen dat al eens opgevallen. Het staat er ook gewoon al. Hè. Er staat Bybit powered by Satos. Ja, het is al. Weet je, en um, inderdaad, uh, regulering brengt verandering, uh, verandering met zich mee. En ik ben altijd, als regulering positieve verandering met zich meebrengt, dan is regulering helemaal niet erg. Nee. Het zorgt voor transparantie. Het zorgt voor een veiligere treetomgeving. En dat is wat er nu uh, aan het uh, gebeuren is. Wat gaat er nou veranderen? De derivatives die, zoals wij die kennen, die verdwijnen. Maar alle spotgerelateerde producten, die blijven. Ja. En dat is voor mij het belangrijkste. Want dat betekent, dat betekent voor mij als trader, dat ik nog steeds alles kan doen zoals ik nu trade. Ik kan nog steeds mijn risk managen. Ma uh, managen. Ik kan nog steeds mijn positiegrootte berekenen. Ik kan nog steeds mijn entries nemen en op dezelfde manier traden ongeacht... De beweging van prijs. En dat is heel belangrijk. En uh, je ziet het hier natuurlijk al uh, als je naar het kopje handel gaat: spothandel. Je kan nog steeds Bitcoin traden. Je kan nog steeds Ethereum traden. Die ja. dingen veranderen niet. Hè? Je kan dat nog steeds straks op precies dezelfde manier. Uh, kan je dat in principe doen? Nou goed. Is natuurlijk een, uh, een, 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 een veranderingetje. Ja. Uh, wanneer gaat het dan precies allemaal plaatsvinden? Nou, ja, vanaf 5 maart uh, kan je geen nieuwe posities meer openen of aanpassen. Dus ja. vanaf 5 maart. Kan je niet meer zeggen, oké, okay, ik ga lekker eventjes een positie op de derivatives openen. Uh -huh. Dat gaat niet meer. Uh -huh. uh, dat is één ding. Vanaf 26 maart worden alle openstaande posities, dus had jij voor die tijd een positie geopend en loopt die nog, dan kan ja. die nog steeds lopen. Alleen uh, 26 maart worden die posities uiteindelijk gesloten en dan wordt er gewoon letterlijk op de knop gedrukt, oké. Okay. Close. Ja. En waar je dan ook staat, winst of verlies, hij wordt gewoon gesloten. En ja. dan worden die funds uiteindelijk teruggebracht naar je uh, custody wallet van Zatels. Uh, van gewoon je, je wallet op Bybit, zoals je hem, <laughs> zoals je hem kent. Uh, ja, dat is het belangrijkste, eventjes voor wat betreft je posities. Als je nog dingen moet managen, als je nog dingen moet doen, doe de het voor die tijd. Dat is de timeline. Ja. En dat moet je wel weten, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, 27 maart zijn alle spotgerelateerde producten gewoon weer bereikbaar via de Nederlandse website van Bybit. En gaan we gewoon lekker verder met traden zoals we dat gewend zijn. En dat is voor ons het belangrijkste. Tuurlijk, er gaan dingen veranderen. Maar eigenlijk verandert het voor, voor ons als traders verandert er niet zoveel. Nee, dat is eigenlijk wat het is. Uh, en achter de schermen wordt er druk gewerkt door Bybit. En die gaan dit ook allemaal netjes communiceren zoals ze dat nu ook hebben gedaan. Wij gaan jullie uitleggen en we gaan jullie laten zien hoe we dat gaan aanpakken en wat we gaan doen. En we gaan er gewoon lekker weer content van maken en video's van schieten. Uh, dat is allemaal geen probleem. En zoals jullie van ons gewend zijn. Ja, we zijn altijd open en eerlijk over alles. Alleen ja, in dit geval was het niet aan ons om dingen te roepen. voordat uiteindelijk uh, Bybit zelf wat dingetjes naar buiten had gebracht. Dat is ook denk ik wel zo netjes als zo partner. Hoort dat dat. Je, zo hoort zo dat. Hoort dat. Uh, en nogmaals, als het hele ernstige of heftige dingen waren geweest. hadden we dat echt wel verteld. Alleen ja, dit is een. Oké, okay, derivatives verdwijnen uit Nederland. Ja. Maar het is een klein beetje storm in een glas water misschien. Ja. Uh, en we blijven tot 5 maart sowieso gewoon lekker treden op Bybit. En dan wordt er vanzelf meer duidelijk over hoe de Nederlandse website straks wordt ingericht. Dat is hem. Dat is hem. Dat is hoe het ervoor staat. Uh, en wat vind je zelf van deze veranderingen? Laat eventjes een leuke reactie achter onder deze video. Smash je op de duim en abonneer voor op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, en voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video. Later! Later.